Het spijt me ontzettend. We voelen het ook wel ontzettend leuk is dat u dit leuk vond. Dat u lekker met ons het jaar hebt doorgenomen. Maar dat u het leuk vond, daar gaat het niet om. Nee, het is 2010 in Nederland. En dan moet je wat je doet in de cultuur toch aan anderen voorleggen dan het publiek. Het is niet anders, maar we doen het graag. Meneer Wilders, heeft u het een beetje kunnen volgen allemaal? Nou, meneertje Muizenwinkel, hè? Ik heb het allemaal zo'n beetje eens aanschouwd. Hè? Ik heb het aangehoord en beluisterd. En ik zal u zeggen, ik denk er zo het mijne van. Ja. Ik zou er graag eens even mijn licht over laten schijnen. Ja, gaat uw gang, meneer Wilders. Even aan die kant met die linkse voetjes. Ja. Oké, allereerst de artiesten op de bühne. Gefeliciteerd. U kunt weer achteroverleunen. Het is u wederom gelukt een wanstaltig stukje linkse grachtengordelpropaganda neer te zetten. Wat een slappe cabaretteketet. Hoe vaak heb ik vanavond gelachen? Nou, ik heb het voor u geturfd. Precies 0 keer. Als je zoiets ziet, dan moet je je natuurlijk afvragen... wat hebben gewone, hardwerkende Nederlanders hieraan? Hè? Gewone mensen die met hun kinderen en een schaal oliebollen bij de open haard zitten... en luisteren hoe daarin wellicht een Koran ligt te knisperen. Ja, iedereen heeft zo zijn eigen familietradities. Dat doet er nu niet toe. Wat hebben ze eraan? Nou, helemaal niks. Hardwerkende Nederlanders die zitten niet te wachten op deze flauwe fratsen van deze paljassen onder leiding van hoofdharlekijntje Muizenwinkel. Die grap over de Roma, die was leuk. Helaas, die heeft u niet zelf geschreven. Hè? Die staat letterlijk zo in ons partijprogramma. Ja, kijk. Dank u wel. Zie je, daar zitten ook PVV-stemmers in de zaal. Kijk, hardwerkende Nederlanders die zitten ook niet te wachten op het afkraken van Limburgers. Het moet toch niet gekker worden, hè? U als komiek, u zou nog wat van Limburgers kunnen leren. Ik noem namen als Toon Hermans, hè? Marijke Helwegen, Maxime Verhagen. Dat zijn toch stuk voor stuk Limburgse topcabaretiers om wie iedereen kostelijk kan lachen. En dat vond ik ook zo bespottelijk. U zet een van mijn bodyguards neer als een of andere stotterende idioot. Nou, ik kan u vertellen, geen een van mijn bodyguards die stottert. Hè? Ik wil ook geen stotteraars. Ik vind stotteren een belemmering van de vrijheid van meningsuiting. Kijk, het is mijn vak niet, maar dat zijn nog eens wietsen waar je mee thuis kunt komen. Maar goed, kijk, de vraag waar het vanavond natuurlijk echt om draait is, gedoog ik dit of gedoog ik dit niet? En daar zal ik ook een kort en kordaat antwoord op geven. En dat antwoord dat zal u wellicht verbazen. Dat is ja. Ja, ik gedoog dit. Niet alleen omdat satire moet kunnen in een geweldig land als dat van ons. Maar natuurlijk ook om te laten zien dat ik dit kan hebben. Kijk, in een functie als die van mij, dan word je natuurlijk wel vaker bespot en beschimpt. En ik zal u heel eerlijk zeggen, ook al toen ik jong was, werd ik gepest. Eerst op het schoolplein, later op straat en daarna in verschillende dancings. Dat is niks nieuws voor mij. Ik ben er altijd goed mee omgegaan. Ik heb nooit huilie gedaan. Ik heb dat altijd kunnen oplossen. Mede ook dankzij mijn twee vrienden. Hè? Mijn twee imaginaire vrienden, Henk en Ingrid. En genoeg gepraat. Laten we nu maar gaan naar het stuk van de voorstelling... wat wel degelijk enige waarde heeft. Dat ook een beetje inhoud en ballen heeft. Mijn slotlied. Ik heb een slotlied geschreven. Ja, wacht nou eventjes. Een slotlied wat niet om de hete brei heen draait. Wat zegt waar het op staat. En ik denk dat we er nu aan kunnen beginnen. Heren en mevrouw artiest, laat maar eens wat horen. Het spijt me ontzettend, meneer Wilders. Maar de voorstelling is min of meer voltooid. Dus dat zou nou een beetje te veel zijn. Dus we hebben besloten om dat niet te doen. Omdat niet... Ja, u moet nu toch echt ter plekke knettergek zijn geworden... als u denkt dat u hiermee weg kunt komen. Er is een gedoogakkoord getekend. Hè? Ik gedoog dit drammerige zootje toneelamateurs. Maar daar staat natuurlijk wel iets tegenover, namelijk mijn slotlied. Ik neem ook aan dat mijn liedteksten goed zijn doorgekomen. Ja, we vinden het ontzettend leuk om het te doen. Maar het allerleukste vinden we om het niet te doen. Dus u moet echt met hele goede argumenten komen om ons nu nog over te halen. Het spijt me. Nou, maar... dan zal ik u vertellen, ik heb een hele... Een heleboel hele goede argumenten om het wel te doen. Een heleboel hele sterke argumenten om het waar eens te doen. Ik zou zeggen, zet uw beste grapjurkbeentje maar eens voor en laat maar eens wat horen. Nou. Neem die teksten aan en knallen met die zooi. Dit is het logo van de PVV. Ja, dat klopt, ja. Gaat u maar. Allemaal. Alles wordt beter. Hey.
En daarmee kwam een einde aan 2010. Een veel bewogen jaar waarin de cabaretiers aan de ene kant geen zin hadden om te dansen op de muziek van Geert Wilders. Maar aan de andere kant moesten constateren dat hij ook dit keer weer hele sterke argumenten had meegebracht. Nou, en de vraag is natuurlijk van hoe hou je lekkere muziek overigens. Echt van die muziek weer een beetje van de ene naar de andere kant. Het enige dat wij als volk willen horen zijn prachtige walsen van André Rieu. Enfin, de vraag is natuurlijk, hoe vind je de balans tussen die twee uitersten? Nou, dat deden we dit jaar natuurlijk dankzij de medische doorbraak van de 21ste eeuw, de balansbandjes. Aan de ene kant zijn ze heel handig, omdat je dan niet omvalt. Aan de linkse partijen die doen huilie, huilie, de bom naar Marokko doet uitwaaien. En hij kruipt eruit en hij gaat naar het volgende. Het is de hamam, het Turks stoombad, weer bloot. Hij gaat dus gaan zitten. In uw bloot gat, op de plaats waar er net iemand anders gezeten heeft. Ook in zijn bloot gat, hè. En de warme vochtigheid. En pas op, het is een Turks stoombad. Dus de kans dat dat een Turk was, is heel groot, hè.